Op zaterdag 22 oktober werd in het Mariapark in Sittard de expositie Foto Art geopend door burgemeester Sjaak Cox. Tijdens deze expo staan er een vijftal fotografen centraal. Frans van Binsbergen, Henk Bril, Ria Cox, Wim Kootstra en Hans Lauzen. Frans van Binsbergen lag helaas ziek thuis onder de wol. Daarom spraken wij met de overige vier fotografen over hun werk en wat hun inspireert. Ik hoop dat jullie heel veel plezier hebben. Tijdens een oktoberfeestje had ik een beter moment kunnen bedenken. Gisteren was het bomvol in de stad hierboven en zal ongetwijfeld morgen blijven goed weer. Dus dat stroomt allemaal hier binnen. Dus wat dat betreft gaan jullie een gouden tijd te doen. En ik neem aan dat de aanleiding thuis ook klinkt zullen steken. Veel plezier en ik ga daarmee de tentoonstelling geopend. Wij vroegen Ria Cox, die enkele maanden op zondagochtend op pad ging, wat er zo mooi is om op dit moment te gaan fotograferen. Een zondagochtend, dat is een hele speciale ervaring om dan door de stad te lopen. Het is heel rustig, je hebt heel mooi licht, niemand te zien. Is zo'n ander gevoel dan wanneer het levendig en beweging is in de stad. Door een statische fotografische benadering wil Ria benadrukken dat de stad in ontwikkeling is. Maar wat is een statische fotografische benadering? Ik zie van Sittard altijd hele mooie foto's, want Sittard is gewoon een mooie stad. En er zijn hele mooie plekken en iedereen fotografeert altijd de kerk en de schootsvelden en de oude gebouwen. En ik zat op een cursus en kreeg de opdracht wegen. Ja, dan gaat iedereen naar de auto wegen en allerlei dingen en ik wil altijd iets met Sittard doen. En toen stond ik op bepaalde plekken en toen dacht ik, dit wil ik vastleggen. Dit zijn plekken die veranderen. Want als je een stad levendig wil houden, dan moet je ook met de tijd mee. En dan moet je ook af en toe iets afbreken. En ja, daar gebeurt iets in de stad. Bijvoorbeeld de afbraak van het ziekenhuis heeft op bepaalde plekken veel minder beweging en veel meer minder levendigheid gebracht. En die plekken heb ik proberen te vast te leggen. Dan zie je bijvoorbeeld hier de V&D, die is er al niet meer. De Plakstraat, het klooster is al weg. Hier zie je het museum. Het domein en de Petrusschool, die hebben een andere bestemming gekregen. Maar je ziet ook de vernieuwing, de levendigheid van de linie die ze daar aan het bouwen zijn. En zo denk ik dat, in de Rijksweg zie je dat ook. En ik wilde dat statisch vastleggen. Op zondagochtend moest ik er zijn voordat de zon er was. Ik wilde ook geen schaduwen en ik wilde geen mensen. Ik wilde de stad gewoon puur zoals ze was. En ja, dat vond ik een bijzondere manier om dat vast te leggen en het dan ook in zwart-wit te doen. En je ziet dat eerst mensen vaak eerst kijken en denken dat het oude foto's zijn. En daarna pas zien van, hé, dat is nu. En ook de zin van Thomas de Lampedusa. Als we willen dat alles blijft zoals het is, moet alles veranderd worden, nam Ria met zich mee op pad. Die heeft een heel stuk van die geschiedenis beschreven. En ook inderdaad dat er steeds beweging is in die geschiedenis. En dat je dan ook steeds de verandering krijgt. En dat stukken die mensen die daar niet in mee willen gaan, die dat... Ja, dat brengt niks. Op een bepaald moment bloedt dat dood. En je ziet dat in Sittard heel veel gebeurt. En ik denk dat het gewoon een mooie levendige stad blijft. Maar er moet er af en toe iets gebeuren. Ja, dat was mijn uitgangspunt. En dat vind ik dat ook in Sittard gebeurt. Ook Wim Kootstra, wat velen van ons kennen als cameraman bij TV Limburg, toonde zijn foto's aan het publiek. Ik vroeg Wim waarom hij zich op fotografie heeft gestopt. Nou, camera waar ik door nog wel, maar waarom fotografie? Nou... Als cameraman ben je altijd gefascineerd door het beeld. En zeker als je door de zoeker kijkt, dat is een hele andere wereld. En een mooi beeld wil ik vastleggen. Maar met filmen gaat dat niet, dus de camera zwaait wel weg. Maar dat beeld is best wel weer even kwijt. En dus met fotografie kan ze dat beeld vasthouden. Vandaar eigenlijk de fotografie. En ook noemt hij het zelf zielsfotografie. Maar wat is zielsfotografie? Nou ja, goed, verliefd op het beeld, op het onderwerp, op de close-up en fotografie, filmen, dat komt eigenlijk uit de ziel. Dat vind ik echt tenminste, dus vandaar eigenlijk zielsfotografie. Maar ik kan zo gepassioneerd door het beeld zijn en dat vind ik zo mooi, dus Het is het ook, dan moest het kennen zijn natuurlijk, hè, want er waren mensen, ja goed dat of dat, ja, dat moest het zijn, dus ik zie dat wel. Dus, soms hebben we wel eens gedachten en voor een foto en dan kijk je de kunst wel eens overal, maar dan maak je er wel foto van. Maar net als die gedachte er is, op dat moment, dan maak je er een foto van. Het zijn ook vaak foto's van mijn gedachten dus eigenlijk. Dus de foto van het station,
Dat is eigenlijk wie ik als klein manneke was in de Lutraal op het station. We gingen naar Fries, met de papa de Fries. En dan steeds als klein manneke, dan keek ze naar het grote station. En dat is eigenlijk die foto. En kan ik dat dan ook tijdreizen noemen? Eigenlijk, ja, het is heel goed. Dus eigenlijk kon ik met de fotografie ook een beetje terug in de tijd. En heel veel dingen dus, van kastelen, ja, goed, dat was ook helemaal gek op en nog. Dus ik heb ook wat urbex foto's. En ja, eigenlijk wel, ja. Ik ben een beetje het pad teruggelopen. Henk Bril vroeg ik hoe bijzonder het is om in het Mariapark te exposeren. Geweldig, geweldig. Ja, als je dan toch ergens moet exposeren, dan maar in het Mariapark. Want zo'n prachtige omgeving om je eigen prachtstukken te laten zien, dat gebeurt je niet vaak. Henk Bril is begonnen in 1974 als fotograaf en stapte over op digitale fotografie in 2002. Wat voor een invloed heeft deze verandering op uw werk? Enorm veel. Ik ben namelijk verschrikkelijk lui. En dat is het grote probleem met analoge fotografie. Als je daar echt wat van wil maken, dan ben je of afhankelijk van een afdrukcentrale of je moet zelf heel handig zijn. Nou, en dat ben ik niet. Maar met het digitale tijdperk veranderde gewoon alles. Het favoriete onderwerp van Henk is jonge en oude mensen. En ik vroeg me af waarom. Nou, oude mensen, die, als ze zich blootgeven, hè, dan kijk je in hun ziel. En de ziel van oude mensen, wat je dan ook al vaak aan hun gezicht kunt aflezen, ja, die zit vol met rafeltjes. Want als je oud wordt, in je leven gebeuren allemaal dingen die laten sporen na. En dat zijn leuke dingen, maar dat zijn ook vaak heel vervelende dingen. En bij oude mensen zie je dat weerspiegeld in een flits als je de foto maakt. Kinderen daarentegen zijn nog heel puur, die zijn nog vrij onbevangen. En daarin zie je dus de hoop van de mensheid terug. En het leuke aan fotografie is dat je dus in een flits de eeuwigheid kunt vastleggen. Zo kwam Hans Lauze ook even voor de camera. En omdat Hans elementen uit de natuur fotografeert, vroeg ik me af welke. En hoe Hans deze losse foto's vertaalt naar zijn werk. Wat ik eigenlijk heel erg boeiend vind, dat zijn de rotsen, stenen. Wanden waar een hele grove structuur op zit, waar het leeg heel mooi overheer strikt, zeg maar. Dat zijn dingen die ik heel boeiend vind om daar mee te gaan doen. Met die elementen, daar maak ik meerdere foto's van. Die stel ik dan eigenlijk wel samen, totdat er een heel interessant beeld uitkomt, zeg maar. En dan kon ik die digitaal nog met spiegelen en draaien. En zo ontstuit langzaam een vervreemdende vorm, zeg maar. Ja, eigenlijk gaat wat ze eerst als iets heel simpels ziet, zeg maar, als een rotspartij of een stenen wand. Dat gaat dan eigenlijk ineens leven doordat het een heel andere vorm gaat worden. Ja, wat ik hier eigenlijk zie, dus die grote werken om het onder groot weer te geven, ja, dat maakt het dan meer, ja, dan vind ik het eigenlijk dan nog meer ver vreemden te maken. Ja, en dat vind ik altijd wel boeiend, zodat kijkers toch ja, op zoek komen van wat er de basis van is. En dat vind ik eigenlijk wel leuk om daarmee te gaan spelen. Ja. Ik vind het ook heel belangrijk dat mijn kunstwerken toch een bepaalde rust uitstralen. Het werk valt niet in woorden te omschrijven, aldus Hans. Maar ik vroeg hem dat wel te proberen. Impressive photo art en digital art. Dus dat impressive, dat wil ik zeggen dat ik dat het imposante werken zijn. Ook door de samenstelling van het werk, het leek wat het uitstrolt, maar ook door het formaat ervan. Dus dat is, ik denk dat het zo kunt omvatten. Het zijn wel werken die ze moest beleven. Ja, het is dingig. Moeilijk te omschrijven, maar ik denk als ze eenmaal zo is, dat ze wel in de wereld terecht kunnen, zeg maar.